bootcampen door de stad. Heel leuk. Heel zwaar, zoals je ziet. Het zijn klanten. Het is uiteraard een juf hebben we. Een bootcamp juf. En dat is ook echt haar baan. En als het goed is gaan ze dan meteen passen ook. Nemen ze ook nog wat leuks mee. We hebben lekkere broodjes, we hebben koffie, van alles. We maken er een feestje van met z'n allen. Ja, ik vind het hartstikke goed. Ik vind het ook heel leuk dat je dit soort dingen organiseert. Het is belangrijk om fit te blijven. Dus als je dit dan samen met elkaar doet, dan heb je veel lol. En het is goed voor je lijf. We hebben een Lucky Dip georganiseerd, waarbij 20 ondernemers loodjes hebben verzameld. En die loodjes kan je trekken in de winkel. Dat betekent eigenlijk dat als je bij ons wat koopt, mag je een loodje trekken en die kan je inleveren bij een andere winkelier. Dus er zijn allemaal verschillende acties waarbij mensen worden getriggerd om bij andere winkeliers wat te kopen of te nuttigen. Ik vind het erg leuk. Alle activiteiten die er georganiseerd worden, dat vind ik echt onwijs gaaf. Ik kom hier heel graag en dan... Meestal kom ik hier ook zondag en dan kijk ik wat er te doen is. En dan om de week natuurlijk die Blue Sunday. Ja, dat vind ik echt hartstikke leuk. Blue Sunday werkt zeker. Voor ons heel goed. We hebben altijd evenementen en het is altijd druk. Blue Sunday is altijd drukker dan op andere dagen bij ons. Vandaag is Blue Sunday in Delft, waardoor we allemaal leuke activiteiten in de stad doen. Waaronder, wij hebben er vandaag een styliste die een oud kledingstuk, je kan brengen een oud kledingstuk mee en maakt een mooie nieuwe outfit ermee. Zoals onze activiteit van vandaag.